Hallo lieve Weegschaal, leuk dat jullie er weer bij zijn. We zijn aanbeland bij week 50, 11 december tot en met 17 december. Dus een algemene reading. Haal eruit wat je nodig hebt. Lieve Weegschaal, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Je bent bezig om steun te bieden, om anderen weer in hun kracht te laten zetten. Je bent aan het... Ja, het voelt alsof je onderweg bent, maar je weet nog niet zo goed waarheen. Het enige wat je weet is dat je anderen kan helpen, maar voor jezelf lijkt het een beetje nog een zoektocht. Ga eens even verder kijken, lieve Weegschaal, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de Weegschaal deze week verwachten? Oké. Het is belangrijk om je tijd te nemen, je rust te nemen en te observeren. Je bent nog zaken aan het verwerken, heb ik het idee. Je kijkt ook nog wel wat terug. Maar geef je dromen niet op. Dus ook al sta je even stil en kijk je misschien even achteruit. Hou wel je dromen in leven voor de toekomst. Durf erin te geloven dat alles mogelijk is en dat je je vleugels kan spreiden. Daarnaast zie ik ook dat... je wensen vervuld kunnen worden. Een aantal van jullie kan ineens zijn dat jullie het gevoel hebben... Hey, ik word verliefd. Maar wat ik merendeels merk is vooral... dat er veel emoties bij kunnen spelen op dit moment. En dat je daardoor niet altijd zo goed weet welke weg. We gaan even kijken, lieve Weegschaal, naar een mooie boodschap voor jou. Een boodschap voor de Weegschaal. Je staat steeds meer stil bij het hier en het nu. Een eigen foutje, ik kan het toegeven en het zelf oplossen, want ik ben verantwoordelijk. Lieve Weegschaal, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens verder een hele mooie week toe. Alvast een fijn uiteinde. Het duurt nog even, maar ik wil het alvast gezegd hebben. En bedankt voor het kijken, bedankt voor jullie vertrouwen en wie weet tot de volgende keer.